met de Perrekapel. Het 50-jarige bestaansfeest werd ingezet met een heilige mis op de vooravond van het eigenlijke gebeuren op de Kraaienhof. Deze eucharistieviering werd stijlvol opgeluisterd door de Perrekapel zelf. Mis de gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Perrekapel. Ik vind het zeer zinvol om het feest in te zetten met een heilige mis, omdat we van Jezus zelf gehoord hebben: daar waar twee of meer in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. Op gang, ze houden het op gang, ze houden de muziek erin. Ik zie af en toe eentje opstaan en die geeft een beetje leiding en dan speelt hij even vrolijk mee, dan staat er weer.
zondagmorgen. In alle vroegte gingen de pechkapellers aan het werk om het feestterrein aan te kleden. De krijgsman rijdt naar de kerk. Vanaf 2 uur was de receptie in volle gang. De Joekskapel Kleugstad verzorgde de vrolijke noot. Nadat reeds vele bezoekers de jubilarissen de hand gedrukt hadden, richtte Pierre van Dijk namens de Joekskapel het woord tot de Golden Pekkenkapel. Ik heb het te zeggen. En dat heb ik op papier staan, want ik heb dat niet zo goed onthaald.
Zelfs alle die andere mensen hier zien wij, Kleurstad, ook ontzettend blij dat wij ook mogen feliciteren. En feliciteren met zo'n 50-jarig jubileum dat het heel wat. Want dat komt niet voor niks. Want wij als een klein beetje aanverwante familie, met ons kapel, weten verdomd goed hoe moeilijk dat dit is, een 50 jaar bijeen te blijven. Ja, niet dan allemaal met dezelfde, maar toch die club samen te houden. Dat kost menig een emmer beer en heel veel dikke katers. En dat valt nog niet mee, dat kan ik me verzekeren. Maar we zijn even goed blij dat we die receptie heet muzikaal, ja, muzikaal daar, voor ons doen, mogen opluisteren. Want zoals het daar gaat, dat weten allemaal, wordt er ook bezig veel gedronken en met heel goed is het makkelijker om de hoes te loeren van als van aardse noed of van broodje. De carnavalsvereniging De Pech was vanzelfsprekend in vol ornaat aanwezig. Hun acte de présence kreeg zelfs een feestelijke tint. De ceremoniemeester, Kurt Verhegge, legt een en ander uit. Mijn heren, Golde Blooskapel, 25 jaar Blooskapel en 25 jaar Peggekapel maken samen 50 jaar bluesmuziek in Lottem. Wij als carnavalsvereniging De Pech voelden het ons als een verplichting om vanmiddag hier in vol ornaat, dus met onze prins, prins Rutenaarste, hier aanwezig te zien op het feest wat gij vandaag houdt op 50 jaar bestaan. 50 jaar die ik zelf gelukkig nog niet mij heb gemaakt, want zo oud ben ik nog niet. Dat is me ook goed aan te zien. Maar als ik dan even terugkijk, dus wat gij afgelopen jaar, afgelopen weken, dus in het mededelingsblad hebt kunnen lezen, die 50 jaar, dat het losgepel bestaat. Door 50 jaar terug, toen waren we. De naam, den is, wat ons carnavalsvereniging betreft, natuurlijk niet vreemd, want wij heeten ook De Pech. En oude naam, den is, wat de Peggekapel betreft, door Van Aert geleid. Voor 24 jaar terug, dus in 1958, toen carnavalsvereniging De Pech officieel wordt opgericht, toen is ook ons hofkapel, wat nou de Peggekapel is, toen is er een hofkapel opgericht, waar nog een heel aantal mensen die in deze Peggekapel zitten, die dat toen ook hebben meegemaakt. De 16 mensen van ons Peggekapel deze onderscheiding op te gaan spelen. Ja, het is je zo leuk. Dank u. Ja,
van afsluiten, maar net voordat wij al het tweede cadeau aan gaan bieden. Wat het eerste cadeau betreft, eigendom. Hierna overhandigde prins Ruud den Eerste een herinneringsbord aan de huidige leider van de Peggekapel, de heer Leo van Delen. U ziet zo meteen dat Leo dit bord met zichtbare trots in ontvangst zal nemen. Beste mensen van de Peggekapel, we heel veel jaren van onze gezellige muziek mogen genieten. Lang leven ons Peggekapel. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Dat ze bij de Lord McCartney niet kwijt willen. Beste Lee, beste muzikanten en beste harmonie. 50 jaar muziek maken is een geweldige prestatie. De Lottumse gemeenschap mag er graag trots op zien om zo'n kapel in haar midden te hebben. Voorzien voortreffelijke leiding is de Peggekapel inderdaad uitgegroeid tot een 50 jaar wielige lid van de Blaaskapel. Namens alle Alprinsen, proficiat. Als de harmonie ooit zou besloten om een beeldje te laten maken, zo in de geest van uw naamgenoot Pinda Willem, dan denk ik dat gij een goede kans maakt een model te staan. Sef Keren spreekt de Peggekapel en in het bijzonder wil Brouwers lovende woorden toe als voorzitter van de Alprinse Compagnie. De Alprinse van ganse harte, we wensen de leider van de Hofkapel en zijn muzikanten, de koninklijke harmonie en alle peginnen en peggen proficiat met dit 50-jarig jubileum van ons aller Blaas, Hof en Peggekapel. Dank u. Daar zou ik graag iedereen die hier op de receptie zuur schenen willen bedanken. BNB, de Alprinsen en de carnavalsvereniging en alle verenigingen die hier verschenen zijn. Zo Funs, dat wordt er even vermeld, hè? Ja. Door de voorzitter van de Alpeggen, of de Alprinsen zien het eigenlijk. Klopt dat er geen mee begroost is in 1948? Nee, in 1948 was dat niet. Ja. Dat
was in 29. Toen is de harmoniezaal geopend. Daar was ik in de zoon van de zaalhouder. En toen wordt dat meegevraagd om een gezelschapje koos vormen voor die middag muziek te maken. En wij hebben vergunning gekregen van de loke-burgemeester voor die middag met dansmuziek te beginnen. Dus dat was eigenlijk de eerste pekkenpel toen al? Dat was, daar is het eigenlijk mee begonnen. Zo is dat hier langzaam gegroeid. Toen wordt in 1934, meen ik, 1934 was het jaar. Toen was er Van Chiffeer in de harmoniezaal. En toen wordt er nog twee blaaskapellen gevormd van de harmonie. Van die een had ik de leiding. En van die ander Piet Koenders. Dat is nou inmiddels al heel lang doet. Zodoende is het eigenlijk begonnen. Maar die blaaskapel waar geen leiding van had al gelegen. En daarna had ik de zaak opnieuw opgepakt. Ja, daar ben ik dan weer mee begonnen. En toen zien we ook twee keer. Mijn hiel zijn twee keer al 10 onder mijn leiding op concours gegaan. En daar zijn we iedere keer met lof van de jury van teruggekomen. En toen kwam de harmonie ons bij Seuren afhalen. Dat weet ik nog zo goed. Het was een prachtige tijd. Wat vindt u zo van zo'n dag om dat nou eens opnieuw te vieren? Dat doet toch nog echt goed. Ja? Kunt de oude glorie boren? Ja, ik vind het wel, ja. Toen ben ik door omstandigheden, familieomstandigheden, ben ik uit met te scheiden. En toen heeft Saar van Horken het overgenomen. Ja. Zo wil. Ik heb goed of niet? Ik heb prima. Ja? Ja. Waarom heb je nou twee flesdrank gekregen in plaats van één flesdrank? Heb je sowieso geen eigen drank? Of ik tegen eieren heb? Ja, ik leus hem maar niet goed. Zie je door bij de pekpel zeker? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, de lien tenminste. Vijf jaar gelentiet, hè? Dat is een lange tijd. Welke dingen van zijn pekkenpel, Wil? De leuke dingen, dat je samen muziek kunt maken, dat vind ik de leuke dingen. Ja. Daar houd ik het mij eens van. Maar ik wil dat je weer de gang moet. Je moet weer aan het houden, jong. Ja, dan kan je nou weer beginnen. Zo. Yeah.
gemaakt daar. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel.